Goedemorgen. Bedankt dat ik er op deze weg even bij mag zijn. Het is vandaag denk ik een belangrijke studiedag. U gaat samen u verdiepen in de noden van slachtoffers in het algemeen en specifiek inzoomen op noden van kinderen als slachtoffer. En ik denk dat dat een hele belangrijke aangelegenheid is. En alvast dank voor uw belangstelling en uw participatie aan deze studiedag. Het is 21 jaar geleden dat op Europees niveau de verklaring met betrekking tot de rechten van slachtoffers is ondertekend. En in die periode hebben wij denk ik een hele weg afgelegd als het gaat over het erkennen van de positie van slachtoffers, van naastbestaanden en nabestaanden in onze procedures, in onze manier van organisatie. U bent allemaal denk ik wel echt bevoorrechte getuigen om te getuigen van het feit dat inderdaad in ons land en in Vlaanderen op dat vlak een hele weg is afgelegd. Ik wil u eigenlijk heel veel danken voor datgene wat u daarin ook heel concreet hebt bijgedragen. Want je kan veel beleidsnota's maken, je kan veel procedures beschrijven in wetten en decreten. Uiteindelijk is het in de concrete interactie, in het face-to-face contact met slachtoffers, dat je dat beleid ook kan waarmaken. Respect voor slachtoffers, het geven van voldoende informatie, ruimte maken dat ook zij met hun verhaal kunnen komen, zorgen dat er voldoende bijstand en ondersteuning is, zorgen ook dat de bruggen geslagen worden naar hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, in het algemeen welzijnswerk, vanuit politie, vanuit de actoren van justitie. Dat zijn denk ik hele belangrijke kwalitatieve elementen van ons slachtofferbeleid. En u bent daar bij voorrang en bij uitstek diegene die dat op het terrein ook echt waarmaken. Bedankt daarvoor. Ik denk dat wij u allemaal daarvoor ook ontzettend moeten waarderen. En dat doe ik langs deze weg dan nog eens graag uitdrukkelijk. Wij gaan ook nog een heel stuk weg moeten afleggen. Dat beseffen we denk ik ook allemaal heel goed. En vandaar het belang ook inhoudelijk van deze studiedag. En vanuit de Vlaamse bevoegdheden, uiteraard denk ik de volgende jaren veel aandacht naar die bruggen die moeten geslagen worden. Vanuit slachtofferonthaal, bejegening, vanuit het begeleiden van slachtoffers, vanaf het eerste moment door hulpdiensten, door politie, door de mensen van justitie, maar ook dan de relaties leggen en zorgen voor grote continuïteit in de contacten met de mensen van de geestelijke gezondheidszorg, algemeen welzijnswerk en noem maar op. Het zijn denk ik belangrijke issues die we in Vlaanderen ook moeten opnemen. We hebben ons meldpunt 1712 geïnstalleerd. We hebben verhoogde aandacht en acties rond de positie van verkeersslachtoffers. Wel nu die bruggen slaan, die relaties blijven leggen vanuit politie en justitie naar welzijn en zorg. Ik denk dat dat vanuit de Vlaamse gemeenschap gezien alleszins een heel belangrijke uitdaging is. Ik wens u een hele boeiende studiedag en u mag ervan uitgaan dat wij vanuit het Vlaamse beleid absoluut blijven inzetten op een goed beleid met betrekking tot de slachtoffers. In ieder geval vandaag, ik ben ervan overtuigd, zult u daar ook een bijdrage toe leveren. Dank u wel.